een diep gat achter de bank. Er komt iemand uit. Oh, wat is dat? Sapper de Frans Bouwerflap. Frans Bouwerkabouter, waar denk jij vandaan te komen, hè? Ik woon 100 kilometer onder de grond. Woont u misschien bij het kasteel van Marianne Wepe? Ja. Dat is een groot kasteel waar allemaal rode rozen bloeien. En komt u daar vandaan? Ja, vandaan. De aardbeving. En wat ik je zeggen wil... Ik heb rode rozen meegenomen. Ik zeg altijd dingen met donkerrode rozen, dat is niet nieuw. Ik moet me echt verschonen nu. Ach. Ik heb helemaal geen zin in die donkerrode rozen. Laura, laat me je helpen met je verschonen toestand. Jawel, laat ik je verschonen. Zeg, heb het leuk, pak een drankje. Wij komen zo terug. Frans Bouwakkerbouw, wat leuk. Nou, ik vind, dat kom je toch niet elke dag tegen. Ik moet me nu verschonen. Mensen. Ik ben eigenlijk... de gemeente kabouter van Kabouterland. En ik heb niet alleen maar rode rozen. Ik heb ook een pistool meegenomen. Ik ben boos. Ik ben de gemeente van heel de wereld. Ja, ik hou niet van mensen. Ik ben Rick en ik kan Frans Bouwer nadoen. Als sterren aan de hemel staan. Ja, ik ga samen met Jessica meedoen aan het Nationale Songfestival. Nee. Ik ga als Frans Bouwer nog niet. Ik ben Frans Bouwer dan. En dan is zij Marianne Wijmer. En ze heeft al helemaal taartjes gegeten. Dus ze lijkt er wel op. Hier komt ze. Oh, Jessica, je lijkt op Marianne Wijmer. Wat een toestand. En die schoenen die zitten ook helemaal... staan. Zeg aan... Dat lijkt wel een Frans Bouwerkabouter. Ben jij aardig, Frans Bouwerkabouter? Of ben je een beetje gemeen? Ik ben gemeen. Ik wil het jullie zeggen. Maar heb je nee, Frans... ik wil niet. Heb je de Frans Bouwerkabouter al verteld dat we meedoen met het Nationaal Songfestival morgen? Nee, wel een de Jantje Smitkabouter, maar nog niet een Frans Bouwerkabouter. Frans Bouwer, wij... Frans Kabouwer, Frans Kabouwer, Frans Bouwer, Kabouwer, Frans, wij hebben een clipje opgenomen voor het Nationale Songfestival. Maar heb je wel verteld dat je zingt als Frans Bouwer en ik als Marianne Wehmer? Dat heb ik nog niet verteld, vertel. Dat jij Frans Bouwer nadoet, toen is Frans Bouwer na, Rick? Dat heb ik al gedaan, toen was je je verkleden. Oh. Ik kan ook heel goed Marianne Wehmer nadoen. Goed, laten we eens kijken naar een leuk clipje die we nu op gaan nemen. Kom! Jongens, met die handjes, kom op. Ik loop met jou naar de regenbak. We zijn omringd door een bloementaal. Daar waar de zevende hemel waart. Aan het eind van de reis. Het zonnestraal. Is als een sprookjesnacht. Waar een mooi paradijs. Nou, dat was een korte, hè? Hallo, ik ben Meta, ik ben een mol. Ik ben zo... Wat hoor ik nou? Ik hoor de schoten daar. Oh, wat gebeurt er in het huis van Robert en Laura? Wat zou er gebeurd zijn? Misschien is de gemeene Frans Bouwerkebust... De Frans Bustenbouw... Misschien is de gemeene Frans Kabouwer Busten wel bezig. Wat ben jij? Meta, ik heb iets meegenomen. Oh. Ik ben tegenwoordig kabouterbuster. Oh, lekker. Ik ben kabouterbuster. Oh, ik heb het al gezegd. Kabouterbuster. Draai je om, dan kunnen we zien dat je kabouterbuster bent. Als ik een kabouter zie, dan pak ik mijn slang en dan doe ik zo. Oh, wat heerlijk. Ik heb het altijd zo benauwd daar. En dan zit het zo in de kabouterbuster. Maar wacht even. Vind je een mooi apparaat? Nee, ik moet het even weten. Stil! Hou je mond eens een keer als ik praat. Zeg, wat ik nou wil weten, is...
Als jij nou een kabouter Buster bent en er is een kabouter bij Robert en Laura, kun jij niet Frans Bauer busten? Ik kan ook een Frans Bauer... Frans Bauer kabouter busten. Dat is geen probleem, want ik heb een geweldig apparaat. 2295. En als ze nu snel reageert op het volgende telefoonnummer... Krijg je er 20 plaknagels bij. Zo is het. 20 plaknagels zo voor 14,95. Nou... Weet je wat ik doe? Natuurlijk. Ik ga als de sodemieter ga ik naar de Frans Bauer kabouter toe. Ik ga hem te pakken grazen. Ja, ik ga. Dat is fantastisch. Ik praat volle. Gaat u gerust. Geniet je van uw moment. Je komt toch wel. Ik praat het even aan elkaar. Als de Frans Bauer busten. Nou jongens en meisjes, Meta gaat het vertellen. Over enkele ogenblikken wordt Frans Bauer gebust. Dat wil zeggen dat Frans Bauer aan de stofzuiger wordt vastgeplakt en dan wordt hij ingezogen als een soort van regenboog. Wat in de stofzuiger gezogen. Dat wordt heel erg leuk. Nou, over enkele ogenblikken gaat het gebeuren hier achter in het huis. Frans Bauer, kabouter. Je pistool is leeg. Ik ga je nu busten. Vlucht, vlucht, vlucht. Ik ga je nu busten. Ik ga je nu busten. Meta, laat de Frans Bauer kabouter los! Oh. Ik heb hem te pakken klaar. Ik heb hem vast. Meta, ik heb hem vast. Meta, ik sleep hem mee naar buiten. Woe! Meta, ik sleep hem mee naar buiten, ja? Ik heb hem gebust. Ik heb hem gebust. Kabouter. Het beste is hem om in de sloot niet verder op te gooien. Gooi hem in de sloot!